Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local en de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik bij het fruitteeltbedrijf van William Pauw in Schalkwijk om hem te interviewen. Voorstellen en kort wat vertellen over de achtergrond van je bedrijf. Nou, ik ben William Pauw en we zijn hier in Schalkwijk. We hebben hier een biologisch fruitteelbedrijf. Nou, kan je vertellen waarom jouw fruitteelbedrijf verschilt van andere fruitteelbedrijven? Nou, wij hebben een biologische teelt. Dus dat betekent wij spuiten dan geen chemisch synthetische middelen. En we gebruiken geen kunstmest en geen onkruidbestrijdingsmiddelen. Als biologische teler laten wij hier het gras wat hoger groeien en de onkruiden wat meer staan. Om hier ja, om de bijen te stimuleren en natuurlijke insecten. Die helpen ons met de plaagdieren te bestrijden. Nou William, hoe kan je zien dat deze appels goed zijn om te oogsten? Nou, eerst kijken wij naar de kleur. Zoals deze appel, die heeft voldoende intens rood. En dan is die rijp voor de pluk. Dus een heerlijk appeltje. Waarom heb je gekozen voor de samenwerking met Local to Local? Nou, ik vind het belangrijk dat, dat mijn appels en peren en mijn producten in de regio Utrecht verkocht worden. En niet alleen export naar verre landen, maar dat we, ja, dat we onze producten in de provincie kunnen verkopen. Dat vind ik gewoon heel leuk. Oké, dankjewel.